Hey Joe, ik ben erachter. Kijk, oh ja. Ik heerlijk, fantastisch. Uit de verse tuin van Nancy. Het ruikt lekker. Ze zei, ik pak de rode, want die ruiken lekkerder. En die smaken natuurlijk lekker. Daar had mama natuurlijk al kennis over. En dat ik mijn kinderen ook leer hoe belangrijk het is om eerst te ruiken. Dan ruik je ook hoe vers iets is. En of iets zuur is, of niet rijp genoeg, whatever. Zo werkt het ook in het leven, hè? Daar doe ik dus kennis op. Wie is goed? Wie is fout? Wie geeft goede service? En wie niet? Dus nu ga ik even wandelen naar de volgende hotspot. En even wat video's online plaatsen. Want hey, wat een bijzonder zondag. Het is deze zondag. Ik ben zo dankbaar. Weet je wat mooi is? Ik heb geen enkel het ding eigenlijk gedeeld. Ja, behalve dan een kleine stukje. Over hoe wij leven. Maar voor de rest heb ik lekker geluisterd. En ik was in het nu. Ik was gewoon aan het genieten van alle herinneringen van vroeger. Ja. Vroeger in de foto's. Fantastisch. En gewoon een mooie verhalen. Verhalenhuis. En de kennis, hè. Want Nancy, wauw, vertelde natuurlijk ook wat ze van plan zijn. Met onze gymzaal van vroeger. Ja, die heb ik gefilmd. Waar ik gym heb gehad. Mijn turnlessen. Wauw. Fantastisch. Dus Nancy had een ander idee. Om daar een buurthuis van te creëren. Aangezien er veel weduwen wonen.